We zitten nu al bijna een uur op een stoel en dat is volgens mijn volgende gasten veel te lang. Ze zijn bij de kwartiermakers van een nieuw consortium Sport en Bewegen voor een Gezond Hart. Thijs IJsvogels, hij is inspanningsfysioloog aan het Radboud UMC te Nijmegen. En Harald Jurstad, sportcardioloog bij het Amsterdam UMC. Welkom. Thijs, hoe lang mag je eigenlijk achter elkaar op een stoel zitten? Ja, niet langer dan 30 minuten, zou ik zeggen. Niet langer dan 30 minuten? En is het dan genoeg om er even gewoon naast te gaan staan? Of moet je ook wel even door je knieën buigen, een rondje lopen? Nou, hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Maar in principe is het voldoende als je even opstaat, de benen strekt, even een paar minuten die bloedsomloop een beetje stimuleert. En dan kun je weer gaan zitten en kun je weer verder met je werk of iets anders wat je aan het doen was. En nou heb ik toch gehoord dat wij Nederlanders in Europa kampioen zitten zijn, toch? Klopt. Dus niet per se een prestatie om trots op te zijn, maar wij zitten het meest van alle Europeanen. Hoe komt dat, joh? Ja, ik denk dat daar meerdere redenen voor zijn. We hebben natuurlijk ook veel hoogopgeleide mensen in Nederland. En nou ja, als je achter je bureau zit, dan tikken de uren natuurlijk wel echt snel bij elkaar. Want gemiddeld genomen zit een Nederlander meer dan 9 uur per dag. Ja, dat vind ik ook echt heel erg veel. Ja, en dat lijkt heel veel. Maar als je gaat tellen, dan kom je daar zo aan. Want je zit ook tijdens het eten, je zit misschien tijdens het transport naar je werk, achter de tv, achter de computer. En als je al die momenten bij elkaar optelt, die 9 uur, heel veel mensen denken, nee, maar ik zit echt niet zoveel. Maar ga je het meten, dan ga je er waarschijnlijk nog overheen. Ja, de meeste mensen die meten hun passen, maar die meten niet hun het zitten. Wat zou je eigenlijk, dat zou je eigenlijk ook moeten doen dus. En kan je dat compenseren door... Ik bedoel, niet als je dus ieder half uur opstaat, maar door meer te bewegen sowieso. Ik bedoel, veel te gaan sporten bijvoorbeeld. Ja, er zijn ook wel onderzoeken die daarna hebben gekeken van hoeveel moet je nou sporten of bewegen, zeg maar, om dat te compenseren. Ja. Maar dan heb je het echt over een uur sporten per dag. En dat is voor het merendeel van de populatie gewoon niet haalbaar. Dus we moeten met z'n allen minder gaan zitten en meer lichtintensief gaan bewegen. God, jullie zijn dus zoals gezegd kwartiermakers sport en bewegen. Overigens is de hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers van de Universiteit Leiden de derde kwartiermaker. Wat moet deze alliantie gaan toevoegen? Want er zijn natuurlijk al heel veel organisaties die sport en bewegen promoten. Ja, ik denk wat wij kunnen toevoegen is echt een brede aanpak van het hele spectrum van sport en bewegen. Dus dat begint bij mensen die te weinig bewegen, die stimuleren om meer te bewegen. Kijken, kunnen we zorgen dat er manieren zijn om die beter in beweging te krijgen. Maar er zijn ook mensen die tegen andere grenzen aanlopen van hun hart. Bijvoorbeeld als je een hartinfarct hebt gehad, je wil je leven echt omgooien. Ja. En je denkt, ik ga het bewijzen, ik ga een marathon lopen. Ja. Kan dat? Hoe doe je dat veilig? En zijn er dingen waar je op moet letten? Zijn er dingen met je medicijnen waar je op moet letten? Moet je dat op een bepaalde manier aanpakken, voorbereiden? Dat zijn allemaal vragen die in mensen opkomen die tegen de andere grens van het sporten aanlopen. Van, zou ik zoveel kunnen sporten dat ik juist schade doe met iets wat eigenlijk heel goed bedoeld is? Ja, dus eigenlijk doet het consortium 2 dingen. Jullie doen onderzoek, maar jullie bedenken ook concrete ideeën om mensen uit die stoel te krijgen. Nou, we doen nog veel meer dan dat. Oh, oké, okay, ja. Want wij willen ook hiermee een bestendig netwerk maken in Nederland. Wij willen zorgen dat de experts, want er zitten heel veel goede onderzoekers, heel veel goede artsen, heel veel goede mensen die iets met sport en bewegen willen. En we willen die mensen ook bij elkaar brengen in deze projecten. Dus zeker, we gaan onderzoek doen naar hoe krijgen we mensen meer aan het bewegen, veilig bewegen. Begrijpen we wat met een hart gebeurt onder extreme omstandigheden. Ja. Maar met name al die experts bij elkaar brengen. Want wij weten, ja, als je die samen kan brengen, dan komen er misschien nog veel betere ideeën uit die ons verder gaat helpen. Ja, dus dat is eigenlijk de kracht van het consortium, dat is die samenwerking. Dat zie je bij andere groepen die dit doen. Klopt, dat het echt over die disciplines heen gaat. Dus vanuit de cardiologie, vanuit de inspanningsfysiologie, maar ook vanuit de gedragswetenschappen. En door daar die kruisbestuiving met elkaar op te zoeken, ja, verwachten we echt dat we naar een nog hoger niveau kunnen tillen. En dat we internationaal echt een leidende positie aannemen op dit onderwerp. En hoe lang duurt het voordat je daar dingen uit zou kunnen krijgen? Voordat je die eerste resultaten, zou ik maar zeggen. Dat hangt denk ik van de verschillende projecten af. En bij sommige projecten zullen we daar echt op kortere termijn, dus binnen de looptijd van het consortium, dus dat duurt 5 jaar, dus zullen we echt al de eerste resultaten hebben. En andere zullen we vooral kennis genereren en kunnen we die kennis daarna implementeren in de praktijk en toe gaan passen. Ja, nou gaat het over veel bewegen en dan denk ik, ja,
ik zie ook, want we zijn kampioen zitten, maar ik zie toch ook wel echt heel veel mensen sporten en bewegen om mij heen. Nou woon ik ook dicht bij een park. Ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld als de Tour de France is, dan zie je meteen mannen met een buik tegen een berg op fietsen. Kan dat ook nog verkeerd bewegen of kan dat eigenlijk niet? Nou, in volksmond noemen we die mensen soms mammals. Ja. Middle-aged men in lycra. Ja. Heb je ook nog de hele oude versie van de womits. The very old men in tight spandex. maar er zitten ook allemaal mythes en bijgeloof in het sporten. Bijvoorbeeld, als ik sport, dan moet het hard gaan. Ik moet helemaal afgemat zijn als ik terugkom. Is dat nou de gezondste manier om te sporten voor je hart? Nou, voor sommige harten waarschijnlijk helemaal niet. Dus daar zit ook heel veel ruimte voor verbetering. Hoe moet je sporten? En welke sport is goed voor wat voor soort hart? Ja, precies. Want ik heb begrepen dat jij doet ook onderzoek naar topsporters met hartproblemen. Wat kun je daar nou uit leren voor de amateursporter, zou ik maar zeggen, met hartproblemen? Jij bent waarschijnlijk niet met de auto gekomen vandaag. Maar ik denk een aantal van de gasten wel. Wel een elektrische. Nou, daar kunnen we het straks over hebben. Zijn pros en cons. Ja. Nee, maar als je komt met de auto hier naar Amsterdam, dan heb je dat de veiligheid daarvan deels aan de topsport te danken. Hoe komt dat? Nou, heel veel van de ontwikkeling in veiligheid van auto's, dat komt uit Formule 1. Dan worden de auto's onder extreme omstandigheden getest. En de ervaringen daarvan, die neem je mee naar de auto's van ons allemaal. En dat is een onbenut potentieel in de topsport. Want die harten, elke keer als een wereldrecord gemaakt wordt, doet dat hart iets wat nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid gedaan is. Dan weten we waar de grenzen zijn van wat doet sport met zo'n hart. En als we de grenzen weten, dan weten we ook wat eronder veilig is. En op die manier kunnen we in relatief weinig mensen die eigenlijk hun harten beschikbaar stellen voor ons, zodat wij ervan kunnen leren, heel veel leren over wat veilig en verstandig is voor de recreant. Ja. Dus met relatief, het is natuurlijk veel werk, maar met relatief weinig mensen kunnen we iets betekenen voor een hele grote groep. En ik wil eigenlijk de parallel weer maken van een team effort. Want als een topsporter met een ICD toch weer op het veld komt, daar zit een hele team erachter die dat voor elkaar heeft gekregen. En dat team kan daarna voor de recreant, de buurman met een ICD die toch iets wil doen, aan de slag gaan met dezelfde ervaringen om te kijken, kan die ook weer met zijn maatjes gaan voetballen. Ja, maar hoe herkent die amateursporter, die ook hartpatiënt is, hoe herkent hij nou waar de grens ligt van wat zijn hart aan kan? Hele terechte vraag, want heel veel daarvan weten we niet. En dat moeten we nu gaan uitzoeken. Maar sowieso is het heel belangrijk als sporter, als je klachten hebt tijdens het sporten, dan moet je aan de bel trekken. En dan moet je zoeken naar de goede expertise. Dus een sportarts, een sportcardioloog. En als die weer in ons netwerk ingebed zitten, dan krijg je dus dezelfde zorg als al die topsporters. Ja. Maar toch, het lijkt mij, als je hartpatiënt bent of in een risicogroep, lijkt het me ook eng. Omdat je denkt, wat kan mijn hart nou aan? Ja. Klopt, en daar zijn bijvoorbeeld de hartrevalidatieprogramma's voor. Hè. Dus na een hartinfarct, dan kunnen deze patiënten instromen in een hartrevalidatie. Ja. En dan ga je samen met een professional of meerdere professionals eigenlijk ga je aan de slag. Hè, om dat vertrouwen terug te krijgen in je eigen lichaam. Die programma's zijn super effectief. Helaas zien we ook dat er nog te weinig mensen gebruik van maken. Dus heel veel patiënten die hebben een indicatie voor de hartrevalidatie, maar die nemen uiteindelijk niet deel. Nee. En wat we ook zien als je het dan over sport en bewegen hebt, is dat die deelname aan die programma's effectief zijn, maar in de maanden na afloop, dan lonkt de bank weer. En heel veel patiënten keren dan toch weer terug naar een oude leefstijl. En dat is echt een gemiste kans. En dat is ook zeker iets wat we in dit consortium proberen te veranderen. Van hoe kunnen we niet alleen mensen in beweging krijgen, maar ze vooral in beweging houden. Ja. Want dat helpt gewoon enorm om de progressie van ziekte en toekomstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Ja, en de mensen die nog geen hartinfarct hebben gehad, zou ik maar zeggen, maar die dus wel een risico lopen. Hoe kun je die begeleiden? Dat hangt een beetje af van welke risicofactoren je hebt. En als die bekend zijn, dan is dat natuurlijk ook iets om met de huisarts te bespreken. Maar het idee dat we dus naar meer gepersonaliseerde beweegadviezen gaan, dat is wel echt een uitdaging waar we ook deels met dit project naartoe hopen te gaan. Want als je kijkt wat nu de beweegrichtlijn is, dan is dat 150 minuten per week sporten of bewegen. Dat is nog heel generiek. En dat willen we veel meer afstemmen eigenlijk op iemands profiel, op iemands gezondheid, om daar het maximale uit te halen binnen de veilige kaders die we vaststellen met elkaar. Ja,
als dat bewustzijn nou gaat veranderen, hè, als mensen dat echt gaan zien en weten dat ze ieder half uur even moeten opstaan en veel meer gaan bewegen, gaat dat significante verschillen opleveren? Absoluut. Ik bedoel, als we die gedragsverandering, als we die weten te bewerkstelligen, ja, dan zal dat een enorme impact hebben op de gezondheid van Nederland, maar ook op de zorgkosten, op de kwaliteit van leven. Dus het heeft zoveel effecten dat dat zou prachtig zijn als dat lukt. Ja. Ja, als we sport in pilvorm zouden kunnen verwerken, of nog beter in de tandpasta zouden zetten, dan zouden we dat absoluut moeten doen. Want het is effectief voor veel meer dan het hart ook nog. Voor ongeveer van top tot teen is sporten goed voor je. Maar de vraag is van, hoe moet jij sporten? Is dat goed voor jouw hart? Maar we zijn helemaal over eens. Sport is iets fantastisch wat voor veel meer plezier en winst kan zorgen, ook buiten je hart. Ja, en je kan natuurlijk altijd ergens naartoe waar ze je advies kunnen geven, ook als je het spannend vindt om wat te gaan doen en je goed kunnen begeleiden. Ja, begin gewoon te kijken op de site van Hartstichting bijvoorbeeld. Daar staan al beweegadviezen. Er zijn ook zorgkaarten beschikbaar van hoe je bij sportcardiologische zorg kan komen. Dus ik ben eigenlijk ook een beetje trots dat teambuilden, dat loopt al. We zijn al echt op gang om dit uit te rollen. En ik denk de komende jaren met dit unieke initiatief gaat dat alleen maar mooier en beter worden. Dank jullie wel en veel succes ermee. Harold Jorstad, sportcardioloog bij Amsterdam UMC. En Thijs IJsvogels, inspanningsfysioloog bij het Radboud UMC Nijmegen. Ja, en nu al een applaus.